Ik heb ook ergens iets van Rune gevonden en toen heb ik op Wikipedia gekeken en er volgens mij kwam een stoel uit of zo, kan dat? Ja, nou wel dan ST en de Oe ofzo. Ja, toch? OE nou, heb ik niet gezien, maar wel de ST. Dit is Tunnelvisie: de podcast. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie de podcast, waarin we het gaan hebben over. Aflevering 5 van Wie is de Mol? Seizoen 22. En we, dat weet je inmiddels wel, dat zijn... ...Siem, Corné en ik ben Sam. Mannen, welkom! Hallo! Hallo. Ja, we zitten alweer gewoon op de helft nu, hè? Aflevering ja, we zitten op de helft. Vijf. Aflevering 5 is geweest, nog maar 5 te gaan. Ja, nou zouden we eigenlijk al wel moeten weten wie de mol is, toch? Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, stiekem weten we het natuurlijk ook met z'n dieren al, ook echt ook al. al, al, al <laughs> maanden. Maar ja. uh, Corné, laten we eens bij het begin beginnen. Wat was de afleveringstitel van aflevering 5? Nou ja, weet je, ik, ik, ik krijg gewoon steeds vaker reacties in mijn inbox op Insta. Nou, heel netjes. <laughs> dat is echt heel heel netjes. grappig. Ja, maar ze proberen wij een beetje voor de gek te houden volgens mij. Oh jee. Ja, want ik kreeg dus een, een, van iemand kreeg ik een reactie en er stond ketting gebroken. Maar er waren een heleboel <laughs> anderen en die zeiden ketting reactie. En ik denk, nou, dan ga ik toch mee met de meerderheid. Nou <laughs> ah, ja. Maar was dat. Kettingreactie wat mensen dan stuurden, was dat een kettingreactie op die persoon die ketting gebroken zei? Of? Nee, nee, het was ketting, kettingreactie. Dat was, ze zei: echt, De titel is kettingreactie! Zeg bij deze: de titel is kettingreactie. Dus als voor de keer iedereen verkeerde titels instuurt, dan raak ik van de leg natuurlijk. hè, dan moet ik weer op gaan letten. Lieve luisteraars van Televisie de Podcast, maak er maar wat moois van voor de volgende keer. Het <laughs> op Instagram. En ik moet heel eerlijk bekennen, dit is dus echt de eerste keer dat ik gewoon de titel heb gemist. Ik kon het gewoon niet. <gasps> ik heb hem gewoon niet gezien, dus ik vroeg zo om me heen van, uh, is de titel al geweest? Well, wat is het? Hebben jullie hem gezien? Maar niemand had hem gezien bij ons. Niemand had oh. hem gezien. Gewoon niet opgevallen. Dat is uiteindelijk heb erg, ik eigenlijk. gewoon teruggespot en toen zag ik inderdaad heel duidelijk kettingreactie staan. Maar ik had hem oh. even gemist. Nou. Voordat we uh, de aflevering even kort gaan doornemen, uh, wil ik eventjes het volgende vermelden. Wij, uh, wij hebben een vaste luisteraar, dat is uh, Alex Naber. Die heeft een lijstje gemaakt en hier zou ik wel eens een seizoen van willen zien. En dat vind ik stiekem eigenlijk best wel een leuk lijstje, dus ik wilde dat even heel kort even voorlezen. Op nummer 10 zet hij Pieter Jan Hagens, lijkt me superleuk. Op 9 zet hij 8 rooijakkers. Op 8 zet hij zichzelf terecht, terecht. Op 7 zet nee. hij Lavetzi Rutjes. Op 6 Annemarie Jong. Op vijf Rick Paul van Millegen, op vier Nathan Rutjes, op drie Buddy Vedder, op twee Splinter Chabot en op één Hila Noorzai. Nou, dankjewel daarvoor. Dat wilde ik even melden. Elf veel. Ja. Rutjes. Ja, collega's, Lafetzi heeft het nooit meegedaan. Nee, maar dit, zijn, dit is gewoon zijn droomseizoen. Oh, zo, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, vond ik hartstikke over, leuk. Uh, ja, zeker. Over jaar weer een jubileumseizoen. Ja, nou ja, of over drie jaar, hè, als ze 25 jaar bestaan. Oh ja. 25 ja. vind, ik, vind ik een iets, iets meer Op, bij, bij, bijzonder getal dan 20, zeg maar. Ja. Corné, opdracht 1. Uit de lucht gegrepen. Uh, ik, ga, ja, ik, ik pak even mijn molhoek erbij <laughs> natuurlijk. Ja, uit de lucht gegrepen. Nou, um, het was heel grappig. Want uh, Fresia en Sahil waren kwijt. Die waren dus al eerder weggehaald van de rest van de kandidaten. Omdat ze de moltelefoon hadden, waren ze gebeld en... Uh, waar waren ze ingestemd? Jongens, jullie moeten iets eerder weg als de rest van de groep. Want jullie gaan met een. Ja, hoe heet, heet zo'n ding? Zo'n fiets met vleugels, eigenlijk. Een bromfiets <laughs> met vleugels. <laughs> een bromfietsglijder, ja. Yes. <laughs> ja. zoiets. <laughs> en die gingen dus over een soort van moerasgebied, gingen ze vliegen en dan moesten ze zakjes uh, met een sleutel laten vallen bij de kandidaten die daar beneden vastgebonden zaten aan ja. een paaltje. Ja. Nou, hadden ze eenmaal dat zakje te pakken, dan konden ze zichzelf losmaken. Dan konden ze bij een kistje komen. Daar stond een, een cryptische omschrijving van, van een cijfercode. Uh, en als ze die hadden opengemaakt, dan konden ze doorgegeven hoeveel elke kandidaat... hoeveel stappen dat elke kandidaat uh, moest nemen om zo uiteindelijk bij geld te komen. Dan waren er ook nog twee roze zakjes... En die konden Freesia en Sahil dumpen bij iemand dat ze denken: van nou, die gaat het goed doen. Die verdubbelen we. Ja, precies. Uh, die verdubbeling is alleen bij Thomas terechtgekomen. Ja. Tenminste, die heeft hem kunnen pakken. Uh, die andere was bij Letitia, maar die heeft er niks mee gedaan. Nee, zullen we dan, zullen we dan heel kort meteen daar even over hebben? Dat het best wel gek was dat Letitia, A, zogenaamd net niet bij uh, dat roze zakje kon komen. aanvankelijk toen ze nog vast zat. Ja. Uh, terwijl dat wij hier op de bank riepen nou steek even je been uit want het, het ging ja. echt om, om 5 centimeter of zo volgens mij 10 centimeter steek of even pak een je... stok ja pak een stok doe iets in ieder geval en dan vervolgens ja. krijg je het wel voor elkaar maar later is ze natuurlijk wel gewoon los dus dan zou je ja. kunnen zeggen dan pak je dan toch alsnog dat roze zakje ja lijkt mij ook of maar mocht dat niet ze... ofzo ja nou misschien dat ze dacht dat dat dan niet mocht ja dat is niet echt naar voren gekomen hè? Thomas was al los toen hij het zakje pakte natuurlijk en ze wil natuurlijk ook nog andere mensen een beetje verdacht in beeld brengen. Ja, ook dat. Maar ook dat. misschien is het wel gewoon heel onbenullig van haar, haar geweest. Hè? Dat ze gewoon echt zoiets zag. Van ja, ik zit vast, dus ik mag het niet pakken. En nu ben ik los, dus die, die kans is al voorbij. Dus ik pak het niet. Dat ja. kan. Je weet niet ja, wat ze op dat moment denken. Nee, dat klopt. En, en, en hoe verdacht dat Letitia, semi-verdacht dat Letitia hier was. Hoe totaal niet verdacht Thomas deze hele aflevering op misschien opdracht 3 na hoe niet-verdacht Thomas is. Die verdient bij opdracht 1, doet hij kenijthard zijn best... en verdient hij geld. Het is ja. overigens wel heel raar dat hij eerst roept door de porto... Thomas heeft 250, Thomas heeft 250. Dan later roept hij dat hij 200 heeft. Dus dan denk ik, ja. laat ik eens even 50 verduisteren. Dat, dat vond ik ook heel apart. En dan vervolgens, als Rick vraagt... en, is geld verdiend? Dan zegt Thomas, ja, ik heb 250. Maar goed, dat zou volgens mij ook niet kunnen dan, toch? Want ze waren met 1, 2, 3, 4, 5... Uh, even rekenen. Ze kon ja, volgens, het mij, volgens mij had hij verdienen. gewoon een briefje van 250. Dus hij dacht waarschijnlijk, ik ga iets verduisteren zogenaamd. <laughs> Toen dacht hij, oh, wacht, ik heb één briefje van 250, dat kan helemaal niet. <laughs> ja, maar ik, hoe kom ik dan aan die 2000? Dan moet nou je ja, allemaal dat... 250 kunnen uh, verdienen, lijkt mij. Of zou het bij verschillende personen verschillende bedragen hebben gelegen? Nee, 250 kan wel. Alleen Thomas had dan de verdubbelaar, dus dat werd 500. 500? Ja. ja. En dan, wij deden ook 500. Ja, nee, daar kom, ik nog op, daar kom ik nog maar op 17. 1750. Nou, dan zal er op andere plekken dus blijkbaar wel ander meer. Opdracht. Ja, een andere lach. Ja. Waarschijnlijk meer, bij Kim Jan je ja, daar meer. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar hadden jullie ook niet toen, toen, toen deze opdracht begon van, nou, hè, hè, het spelteam is ingevlogen? Ja, ja. Eindelijk eventjes dat je dacht, oké... Okay, nu is het een spel gemaakt. Ja, precies. Ja, ja toch? Oh, oh, dat was ook een vraag aan mij. Ja, ik, had, ik vond het een leuke opdracht. Ik vond eigenlijk iedereen wel een beetje verdacht. Om bijvoorbeeld Evron, die zien we dan wel de hele tijd zwaaien. En dan wordt het in de montage gedaan alsof Sahil daar verdacht bezig is. Maar ja, voor hetzelfde geld staat hij gewoon te zwaaien en niks. Ja. Er is gewoon helemaal niks in de buurt, dus dat vond ik wel verdacht. Kim Lian die uitkomt in het water en daar gaat lopen graven en een modderbad neemt. Nou, die is sowieso niet de goede <laughs> richting opgelopen. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Nee. Ah, inderdaad, ook in, in de montage met Letitia, ook ontzettend verdacht. Maar zo was er van iedereen wel iets te zeggen. Ja, precies. Ja, dat was bij deze opdracht zeker het geval. Ja, in mijn ogen behalve bij Thomas, want die deed gewoon, ja, die deed gewoon goed. Die deed gewoon echt goed. Uh, alleen, nou kan de montage dat natuurlijk wel uh, het laten lijken alsof Thomas heel lang in zijn eentje was. Terwijl dat misschien niet helemaal het geval was. Dat is dan uh, iets waar je, waar je je twijfels bij kan, uh, kan neerzetten, zeg maar. Opdracht 2, Zwanenmeer. Sim. Ja, zoals de opdrachttitel al zegt, Zwanenmeer zagen we allemaal zwanen op een meer. Echt diep respect aan degene die al die zwanen heeft uh, opgeblazen. Je zou dat maar moeten doen. Nou, dat klinkt trouwens heel heftig, maar ik bedoel gewoon uh, met lucht erin, zeg maar. Op en, uh, Ja, het, Voordat we daar weer reacties over krijgen. Eerst al ballonnen op het strand en nu opgeblazen zwanen. Nou goed, uh, ik vond dat uh, Letitia gelijk weer verdacht werd door zo'n zo hint met klassieke muziek, zwanenmeer, ligt er allemaal weer uh, erg dik bovenop. Maar ik heb aan de hand ook het idee dat het niet echt meer toeval kan zijn, elke keer die klassieke hints, gemaskerd bal. Het uh, lijkt wel allemaal erg uh, opera Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, ik heb dat in mijn, in mijn video van uh, deze week heb ik dat ook genoemd. Dus dat zwanenmeer, dat dat weer op een opera kan slaan, dat dat weer op Letizia kan slaan. En toen werd ik toch wel best wel uh, fors op de vingers getikt, uh, zowel een door Rico Veldhuis ja, als, door, uh, als door de kijkers. Uh, Sam, dat is ballet, dat is geen opera. En daar ja. hebben ze natuurlijk absoluut gelijk in. Ja, dat is inderdaad heel anders. Ja. Is, het is ook geen opera, maar het is, het is wel klassiek. Ja, dat wel. dat wel. Da daar heb je gelijk in. Ja, nee, dat, <laughs> dat was de hint. <laughs> ik zeg ook niet dat het een hele sterk is. Nee, dat is ook. Maar ik en moest uh, er ook wel meteen aan denken. Ja. ja, toch? Wat ook wel opvallend was, is dat de portefeuille van Letitia niet helemaal goed werkte. Dan kan je denken, heeft zij ermee lopen klooien? Maar er was ook een moment dat zij het water inging en dat Everon alleen achterbleef bij haar Porto. Ja. Die heeft daar wellicht op dat moment mee kunnen klooien. Ook wel weer opvallend dat het niet op 13 staat. 13M. Ja, ja, ja. En uh, ja. wat ik vooral heel opvallend vond, was uh, de uitspraak van Kim Lian: Dat ze een hekel heeft aan fietsen. Ja. Wel, als je een beetje wat weet over Kim Lian... Die is iedere week aan het mountainbiken. Ja, kijk dat even vond op de een opvallende en... uitspraak. Ja. <laughs> je ziet overal fietsen voorbij komen. Ja. Ik haat fietsen. Ja, die was ook best uh, dat ze dat er dan in laten, dat vind ik dan eigenlijk nog, bijzonder, nog meer bijzonder dan dat ze het tegen ja. die kandidaten daar zegt. Ik vraag me ook af wat ze er op dat moment dan heeft. Maar het is natuurlijk wel een opdracht waarbij je stellingen over elkaar moet verzamelen. Ja. Wellicht dacht ze van, nou, wellicht staat er ergens iets van: uh, ik hou van fietsen of zo. Of dat er een testvraag komt van. Uh, ja, dat kan uh, ook nog. De, en dat ze denkt, nou, ik ga wat verkeerde informatie geven, ik weet het niet. Ja, of ze dekt zich in zodat ze gewoon wat langzamer kan gaan trappen, zeg maar. Dat. Ja. Zo van, ja, ik fiets nooit, ik haat het, dus logisch dat ik ja. nu niet mijn best kan doen. Ja, Kim Lian, er uh, is het natuurlijk, bij Molotov ging het daar ook al wel een beetje over, maar Kim Lian uh, doet wel even een Jan Versteetje, die springt uh, in de laatste drie minuten van de opdracht, springt ze nog even 16 keer in het water, <laughs> om, uh, om tijd te trekken, en dan toch komen ze wel binnen, ja, er valt over de twisten, maar in principe komen ze nog net binnen de tijd, komen ze, uh, komen ze binnen ja is natuurlijk door de, door de productie altijd wel al wat in te rommelen. Ja. Nou, dat riep ik dus ook. En toen uh, uh, zei dus ook weer een kijker onder mijn video's. En daar heeft die kijker dan in dit geval ook wel weer gelijk in. Uh, dat de kandidaten op de waterkant stonden te schreeuwen al 10, 9, 8, 7. Dus dan zal het dit keer toevallig wel kloppen. Maar bij ja. opdracht 3 is het, is het straks precies hetzelfde. Ja, en ik geloof gewoon niet dat het bij elke opdracht echt op het randje is qua nee. <laughs> tijd. Ja, weer, ja. Bij deze, weer bij deze opdracht, Zwanemeer, uh, doet Thomas wel weer ontzettend goed zijn best. Hè? Die fietste uh, 57, 57 of 58 euro bij elkaar. Vinden we daar nog iets van? Of zeggen we van ja. Hmm. Hij heeft ook wel bedragen gemist en aan de andere kant, ja, het is niet heel veel geld. Ja, hij deed wel goed zijn best. Ja, ja, volgens mij ook. Ja, en het feit dat Sahil dan weer uh, roept... hier ligt 11 euro of hier ligt 12 euro... en dat er wezenlijk maar 1 euro ligt... dat werd ook weer iets te duidelijk in de aflevering uh, gestopt. Ja, dat kwam bij Sahil vandaan of zo, toch? Ja, precies. Ja, ja. ja. ja en, dan... en is, hij dan, is hij dan inderdaad bij die goede zwaan? Dat, kan, dat weet je natuurlijk ja. ook niet zeker. Ja. Ik, uh, ja. Nee, ik vind dat... De, 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 volgens mij is er, is er in dat opzicht lastig... Uh, een mol uit te halen. Ja want toen ze op een gegeven moment ook van ja we nemen die laatste drie zwanen nemen we ook allemaal maar mee, ik denk ja dat zou echt een molactie zijn, ja. want dan weet je dan weet je van oh er zit vast wel een fout tussen. Ja niemand had gewoon een en fout. en niemand had fout. fout, Nee, nee daarom. Dat vond ik ook best wel knap zeg maar. Ja. Dus dit is wel de aflevering van de van de uh, uh, hoe zeg je dat de knappe opdrachteindes. eindes. <laughs> Ja. hoe ik het ook goed moet opschrijven. Ik vraag me ook echt af of er dan nog ergens een hint zit in bijvoorbeeld die stellingen, of waar jij het straks over gaat hebben, die volgende opdracht met die rune. Want ik heb ja. zoiets eigenlijk naast die, dat masker, wat niet eens in het seizoen was, maar in de promos, heb ik nog niet echt één hint gehoord waarvan ik denk, nou, nu ben ik echt overtuigd. Dit vind ik een mooie cijferhint of letterhint. Dat heb ik eigenlijk nog niet echt gevonden. Ik ben wel echt benieuwd of die er ergens tussen zit. Of dat toch met die maskers in die leader Dat we daar iets met letters moeten doen. Ik zit er nog wel echt op te wachten. Voor zo'n leuke ja. letter of cijfer. Ja, maar hebben heb we van de zomer al niet een hele dikke hint gehad? Wat? Van de oh. zomer een ja. dikke hint? Ja, ja. Ik, ik snap wat jij bedoelt. Met de livestream. En dan die foto van, uh, met Kim Lian op de achtergrond. Dat is toch al een hele dikke ja, ja, dat hint? Masker. Ja, dat, dat is dus de enige... Grote hint ja. eigenlijk. Ja. Dat is jammer als dat de enige hint uiteindelijk is. Ja, dit waren de hints van het seizoen. Al voordat het seizoen begon was er een masker te zien. Ja, met, met Kim die al erachter. Ik heb ook zoveel dingen over die rune zelf geprobeerd en ook toegestuurd gekregen. als iemand die heeft een streep gezet of zo tussen bepaalde rune En dan kwam er uit mol Kim L met wat er overbleef. Maar ik vond het wel een beetje vergezocht. Ja. Iemand die iets met allemaal letters had gedaan... ...en daar weer letters van af had gehaald. En ik heb nog niet echt een hele mooie gevonden. Maar, lieve schatten... We, uh, ...je moet wel even uitleggen waar die runen vandaan komen. Dus begin eens even met de uitleg van de opdracht. Laten we dat doen. <laughs> Dit wilde ik er sowieso lekker uitknippen ook al. <laughs> <laughs> en, ja, en, uh, oh, nee. en die mensen zeggen... Uh, ...hallo, uh, je moet eerst even opdracht 3 uitleggen, ja? Ik heb ook ergens iets van Rune gevonden. En toen heb ik op Wikipedia gekeken. En er volgens mij kwam een stoel uit of zo. Kan dat? Ja, nou wel. Een st en een, een u of zo. Ja, toch? U nou, heb ik niet gezien. Maar... Opdracht 3 dan, tijdsbeeld. Daarbij moesten de kandidaten in een soort ja, ruïne. Moesten ze, uh, of ja, in meerdere ruïnes zou je eigenlijk moeten zeggen moesten ze beelden en sokkels van beelden... moesten ze A, bij elkaar matchen... en B, moesten die ook nog op de juiste plek komen te staan... door een aantal cryptische omschrijvingen... die op de beelden of op de sokkels stonden. Ja, de, de tekentjes die op de sokkels... en op de beelden stonden, dat waren runen. Uh, zo kon je weten dat... dat beeld en die sokkel bij elkaar zou horen. Uh, Kim Lian... die gaat bij dat, bij dat uitlegmoment... of bij dat, bij dat kiesmoment, dat ze gaan kiezen tussen... of 200 per correcte uh, sokkel... met beeld, of... 2000, maar dan moet wel alles goed zijn. Daar neemt Kim Lian heftig het voortouw door te zeggen: "Ja, we hebben al zoveel verdiend deze aflevering." Toen dacht ik: "Nou, dat valt ook wel mee." Maar daar gaat dan toch iedereen in mee, wel aanvankelijk iedereen, waaronder Thomas die zegt dan: "Ja, nee, ik ga voor 200 per, per correcte, 200." En dan vervolgens zegt hij heel lang niks meer. Nou, dan heeft Kim Lian heel het betoog gehouden en zegt hij: "Ja, nee, inderdaad. Ja, inderdaad, 2000." Ja. Ja, Alles of niks. Ja, inderdaad. Ja, dat vond ik wel gek. Nou ja, wat zij daar dus eigenlijk doet, is, is, is een pure molactie. Is, het, het is een hele grote kans dat het mislukt. Dus om dan voor dat geld te gaan, ja, en ze krijgt dan ook nog iedereen mee. Ik, ik denk dat de kandidaat zelf eerder voor uh, 200 per goeie zou gaan. Ja, precies. Ja, aan de andere kant, ik vond het ook weer niet een hele moeilijke opdracht. Nee, in de, basis, in de basis was het niet zo nee, hardstig, maar goed. Nee, maar goed. Er zit altijd een mol bij. Ja, de ja, is <laughs> Die heeft uh, nog eentje omgestoten. <laughs> ja, precies. Had alleen geen nut. Nee, het had geen nut. Wat wel apart was, natuurlijk, is op het moment dat die. Uh, wat was het, Adelaar? Uh, dat die valt en dat die zijn vleugel breekt. Uh, dat komt mede door Thomas. Thomas en Evron droegen hem. Die zetten hem op de grond. Dan valt hij een beetje. Ja, heel rustig valt hij om. En dat is gewoon het zwakste punt, die vleugel. Dus daar breekt hij. En dan zegt Thomas, nou zullen we dat maar opgeven. <laughs> Terwijl ik dacht, jullie zijn er al bijna. Doe het nou maar gewoon. En dan hoor je vanzelf wel of het goed is of niet, weet je wel. Ja. Dus dat was natuurlijk wel een beetje een molse, molse reactie. En Sahil bij deze opdracht uh, vond ik voor het eerst echt heel erg kandidaat in plaats van uh, constant nep lopen te mollen. Dus Sahil zei overduidelijk: dit moet niet naar de kerk, dit moet naar de kapel. En de kapel die staat precies daar, die is hier uh, vlakbij. En toen dacht ik: ja, maar dit zou je als je de mol was, zou je dit gewoon totaal niet zeggen. Maar echt totaal niet. Nee. Want dan is dit precies jouw kans om het te laten mislukken. Ja. Dus daar deed Sahil uh, uh, zo, zo mega kandidaat, gewoon in al zijn enthousiasme denk ik, dat we hem uh, uh, nu voor goed van het. Uh, mogelijk alsnog ja. de mollijstje kunnen halen. En ik vond het ook wel opvallend... Als je, als je de opdracht terug gaat kijken... dat is wel echt heel grappig. Hè? Let op Kim Dian. Ze loopt <laughs> dus overal, maar, maar ze doet eigenlijk helemaal niks. Nee, Af precies. en toe dan, dan loopt ze gewoon ergens naartoe... om iets op te pakken. En dan pakt ze het toch maar weer niet op. En dan gaat ze staan kijken. Wel ja. heet het een beetje commanderen... maar ze doet dus eigenlijk helemaal nee. niks. En wat natuurlijk zo is... die, die rune, dat schrift, dat komt uit Scandinavië... De Zweden boort natuurlijk tot Scandinavië. Ja. Wellicht moeten we niks met die tekens, maar is het gewoon een wat uh, ja, voor de hand liggende hint? Nee, ik vind dat, uh, uh, ik vind dat zeker, zeker mogelijk. Runen komen uit Scandinavië. En ik geloof dat er een aantal uh, runen die op die uh, sokkels uh, stonden en op die beelden stonden, die waren dan weer uh, bekeken als in wat betekenen die runen. En er kwamen wel wat dingen uit die dan op Kim Lian zouden kunnen slaan, maar dan was er dan één van de runen die kon dan weer niet naar Kim Lian. Dus dan denk ik, ja, als we er alweer één hebben die dan niet klopt op Kim Lian, dan is dat in ieder geval niet de hint. Ja. Uh, maar misschien is het inderdaad gewoon het feit dat het runen zijn en dat runen uit Scandinavië komen, is dat al de hint, weet je wel, omdat ze in Zweden woont. Ja. Uh, hebben we nog iets anders bij deze opdracht? Ik denk het niet echt, hè? Nee, ik had ook maar heel weinig opgeschreven. Alleen maar ja. Ja, alles of niets, ja. Dat, 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 dat vond ik de grootste hint, zeg maar, naar de mol. Ja, ik heb inderdaad ook nog opgeschreven dat zowel Letitia als Kim Lian eigenlijk vrij weinig showwerk doen, waarbij Kim Lian, inderdaad, zoals Siem net zei, echt geen reed doet. Ja. Als, je dat inderdaad, als je dat heel die opdracht alleen maar op Kim Lian gaat letten. Dus als je dat terugkijkt, dat is inderdaad super komisch. Dus beste luisteraars, doe dat. <laughs> Dan hebben we nog de test en de executie. Ja, Letitia, daar weten we niet op wie ze gaat. Uh, maar ze zet wel een joker in. Freesia gaat op Evron. Sahil gaat op Ko Thomas en Kim-Lian. Evron gaat op Kim-Lian. Kim gaat op Sahil en Evron. Hila gaat niet op Evron of Letitia. Meer weten we niet. En nee, Thomas, dat dat niet. Uh, Thomas horen we ook niet. Nee. En wederom waren er drie mogelijke vrijstellingen om in te zetten. En weer zet niemand ze in. Ongelooflijk. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt tijdens, nee. tijdens Wiesbos. Nee, nog bizarre, nooit. Ja. Misschien dat ze zelfs, de makers, dat die zelfs hebben gedacht. Weet je wat? Als zoveel mensen hem twee afleveringen lang bewaren. dan peuren we er gewoon ergens in een van die opdrachten. gooien we er nog wel gewoon zwaar. Doe het gewoon, gewoon. gouden komt ook nog, hè? Ja, die, uh, die, die, die oranje-gouden gouden vrijstellingen. Tenminste, die vorm hebben ze, ja. Ook den uh, nog. Zou dat uh, de halve finale zijn of zo? Nou, dat zou kunnen. Of als die ingezet wordt, moet iedereen zijn vrijstelling inzetten. <laughs> ja. Hebben ze gewoon tijdens het seizoen verzonnen. Ja, niemand ja. zet het in. Nou, we maken de gouden vrijstelling. Moet verplicht alles inzetten. <laughs> het vaste blokje van Siem uh, komen we aan. Uh, wie is het wel en wie is het niet? Siem, take it away. Nou, zal ik nou een keertje beginnen weer? Ja, helemaal goed. Nou, wie is het niet? We kunnen een hele waslijst gaan opnoemen. Maar <laughs> als ik maar één naam mag noemen... Dan ga ik voor Sahil. Nou, Sam, wie is het niet? Uh, ik ga erin mee. Sahil is het absoluut niet. Helemaal na deze aflevering. Nou, Corné, ga je er ook in mee? Of heb jij een andere optie? Ja, ik wou er eigenlijk ook in meegaan. Maar ik yes. denk ik ga oh. toch nog een andere. Ik wil ook een <laughs> andere naam ook nog noemen. Eigenlijk dan. Nou, leef je uit. Thomas. Oké, oké, oké. daar zit er toch uh... ook wel mee. Eigenlijk. Maar ja, Sahil is echt ja, duidelijk. Ja. En stiekem zitten er toch nog wel heel veel mensen, ook op Thomas al, merk ik. Ja, ja? daarover ja. gesproken, dat, dat kreeg ik ook toegestuurd. Ik dacht, ja, dat is op zich wel een interessante invalshoek. Daar heb ik nog helemaal niet zo over gedacht. Ze zitten mm -hmm. natuurlijk uh, in een soort bubbel, maar we hebben nu, ik geloof, twee opdrachten gezien waarin er ook echt interactie was met de bevolking. Bijvoorbeeld die uh, fotoopdracht. Ja. Uh, dat is natuurlijk een opdracht met meer risico. Die persoon die zei zo van, ja, je wil niet dat de mol uh, corona oploopt. Dat die besmet raakt, want dan heb je wel een heel groot probleem. Als, ja. En bij die opdracht waren, ik geloof, Thomas en Fresia de twee... die als enige niet in aanraking waren met de bevolking. Want die uh, hoefden die foto's niet te maken. Ah, ja. Heeft ah, het, yeah. En volgens mij was er dan nog één andere opdracht. Ik weet even niet welke, maar die noemden zij. En daar was ook weer Thomas degene die geen interactie had. Op zich wel slim bedacht, maar ja, als je dan verder, verder gaat nadenken, dan kun je ook zeggen... Ja, maar als één van de Precies, dat kandidaten of elf kandidaten... Ik had er ook zo niet over nagedacht, dus ik vond het wel een, een bijzondere invalshoek. Ja, zeker. Dan merk je maar weer dat we met z'n allen meer kunnen bedenken en meer zien dan, dan in je eentje natuurlijk. Ja, wie is het wel? Ik, uh, ik wilde eigenlijk weer Kim Lian gaan noemen... Eigenlijk ook omdat Hila nu is afgevallen. En dat is natuurlijk het maatje van Kim Lian. Ja. Je ziet dat vaak, dat een beetje tegen de helft, tegen het einde van het seizoen, dat dan de maatjes van de mol afvallen. Want ja, die gaan ja. je dan toch vertrouwen. Maar ik moet zeggen dat ik toch ook wel heel erg nog in mijn Fresia-tunnel zit. Dus ik ga vandaag een keertje Fresia noemen. Dat vind ik wel leuk. All right. Ik denk niet dat ik heel verbaasd moet zijn, maar Corné, wie is je mol? <laughs> Nou, hou je vast. Het is... Ga even zitten. Kimlian. Ik, zit, ik zit zo ver in die tunnel, ik zie niet eens het licht meer aan het eind. Ah, oh, dat is wel sneeuw. Ja. Vooral als het dan straks niet blijkt te zijn. Ja, maar echt. Maar echt. Coné heeft drie maanden lonen ingezet op Kim Liam. Oh, Sam. Ja, ik heb, ik heb in mijn video van de week heb ik Laetitia, uh, gezegd. Um, en daar stond ik toen ook echt wel achter. En dat is gewoon puur omdat ik niet wil dat het Kim Lian is. Maar het moet gewoon wel Kim Lian zijn eigenlijk. Dus laat ik maar gewoon Kim Lian zeggen nu. Ah, nou, wat leuk. Dan nou, hoop ik toch ja. zo dat het vreesje is uiteindelijk. Maar dat zal wel. Ja, dat, ja ik, zou, ik, ik, ik zou het tof vinden als Kim Lian in aflevering 6 of 7 afvalt. Dat meen ik oprecht. Oh. En dat is, niet, dat is niet tegenover Kim Lian bedoeld. Maar ik zou dat voor het hey, programma... Zo, zo een, een, een eye-opener vinden. En dan weten we ook meteen Verstund. dat ze er wel, wel expres fouten hints in stoppen. Dat, dat kunnen we dan ook voor eens even altijd doorstrepen. Dat ze dat niet doen. Ja, het zou wel echt geniaal zijn dat heel Nederland gewoon in shock zit voor die televisie. Omdat ze een rood scherm <laughs> heeft gekregen. Ja, precies. Iedereen ja. de punten kwijt. En dan, nog, en dan nog kun je natuurlijk zeggen: hoe konden zij dan op voorhand? Dat anticiperen, want dat kan helemaal niet. Toen zei die foto's met die maskers waar dan haar ogen achter staan, en ja, we hebben het er nou voor de 10 miljoenste keer over, ik weet het. <laughs> um, maar toen ze dat uitbrachten, ja, toen was aflevering 1, de, de test was nog niet eens gemaakt. Misschien was nee, alleen opdracht 1 gespeeld niet. of zo, weet je wel. Toen. Ze wisten één ding en dat was wie de mol was. Dat ja, precies. Meer ja. wisten ze niet. Ja, ik vind dat lastig. En nou zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar ook op die geldbriefjes. Als je daar van sommige afleveringen, als je daar uh, op inzoomt, want soms zijn ze best wel groot in beeld. Ja. Uh, een enkel briefje, dan zie je dat daar ook wel ogen achter zitten. Zouden dat dan niet gewoon de ogen van alle andere kandidaten zijn? Nou, ja. zou kunnen. Of het zijn allemaal de ogen van Kim Lian, kan ook. Weten ja. we niet. We ja. weten het niet. Hé, hey, maar dan heb ik nog een vraag voor jullie. Ja. Wie gaat er de volgende aflevering afvallen? Ja, dat is eigenlijk ook wel een hele leuke en een goede vraag. Poeh... Begin jij maar zien. Nee, nee, nee. Even aan het nadenken. Als ik dan zo kijk, als, als je vanuit het oogpunt gaat kijken dat Kim Lian de mol is, dan zou volgens die theorie Sahiel en Everon in ieder geval nog blijven. Ja, mits er geen gekke dingen gebeuren met al die vrijstellingen natuurlijk. Ja, precies. Thomas heeft geen vrijstelling, toch? Nee, die heeft hij niet. Hey, en, en we hebben er weten... ook niet echt een verdenking van nu, toch? Nee, precies. Nee. Dus ik, de kans is groot dat een Thomas of een Letitia, bijvoorbeeld. Ja. ja, dat was ook mijn theorie om, om daar iemand uit te kiezen. Ja. En dan heeft, heeft Letitia nou nog wel een vrijstelling, of niet? Ja, volgens mij wel, want die heeft de Joker ingezet, net als Faith, ja. Maar de We hebben allebei niet. nog een vrijstelling. Dus ik neem aan dat ze die dan nu wel in gaat zetten. Dus dan is ja. de kans groot dat Thomas, uh, als die niet de mol is, jou ja, moet ja. verlaten. Alles kan nog, ja. Ja, waarschijnlijk ja. niet. Maar het is technisch op papier, is het allemaal nog wel mogelijk. Voor hetzelfde geld gaat, gaat iemand nu weer compleet switchen van mol. Of uh, weet je, het, uh, heel veel foute antwoorden. Het kan natuurlijk ja. altijd alle kanten nog op. Ja. Jeetje, Mina. Maar we willen um, één naam. Oh, sorry. Ik ga voor Thomas. Ja, ik ook. Ik wil het, ik wil het niet, maar ik denk dat dat de meest logische afvallig moet zijn. Ja. Ja, dat ja, zou ook mijn afvaller zijn. Oh. Ik denk ook Thomas. Ow. We zijn gewoon unaniem. Oh. Unaniem, <laughs> Thomas. Dag, bedankt. <laughs> <laughs> ja. Dat uh, was het voor deze aflevering van Tunnelvisie de Podcast. Simon en mag ik jullie uh, ontzettend bedanken voor, uh, voor deze aflevering? Dat mag! Yes! Nou, Vooruit dan maar, hè? Hé, <laughs> hey, ook bedankt, Sam. Ja, dankjewel. <laughs> Jij thuis ook heel erg bedankt voor het luisteren. En wij zijn <laughs> volgende week weer terug. Tot de volgende keer! Doei doei! Ik is deze keer enthousiast. Ja, die was... ja, dat kwam omdat hij nog aan het lachen was. Ik door jou. <laughs>